Wim Schotmeijer, het is ongeveer 3 uur na de finale. We zijn weer in het hotel. Nacht is gevallen. Je hebt de 10e Nederlandse WK-titel bijgeschreven. Hoe voelt dat? Ja, voelt natuurlijk goed. En ondanks dat je weet dat je de beste ploeg bent en het cliché-verhaal van je moet het nog maar doen. Uiteindelijk gaat het erom dat wij vandaag de zaal binnenkomen, de hal binnenkomen. Het zit volle bak. En je voelt gewoon van nou, dit is het moment. En op het moment dat je daar met de doelen die je hebt, waarbij je jezelf eigenlijk naar een ander niveau kan tillen op de belangrijkste wedstrijd, dat is hetgeen wat je eigenlijk op hoopt. Hoeveel invloed je daar direct nog op hebt als coachingstaf, ja, dat is altijd, is altijd de vraag. Maar dat spanningsmoment van gaat het lukken? Niet zozeer winst, want daar was ik wel echt heel erg van overtuigd. Maar gaan we onze doelen halen waarbij we onszelf proberen te overtreffen? In aanvallende en verdedigende zin, gaan we dat halen? Dat is een spanningsmoment, ja. En wanneer dat uiteindelijk lukt in een WK-finale, dat je de beste bent van de hele wereld en je weer een streepje mag zetten achter de wereldtitel. Ja, dat is gewoon een geweldig gevoel. Mick zei na de wedstrijd dat het de beste wedstrijd was van het seizoen. En dat bedoelt hij waarschijnlijk het oranje seizoen. Dat kun je alleen maar beamen, denk ik. Ja, we hebben wel een fase op Papendal onderling. Hè. Dus tegen de grootste weerstand hebben we wel een niveau gehaald die vergelijkbaar was met vandaag. Maar was dat vaak heel kort en vaak voor één vak. En ik vond nu dat juist de twee vakken die gestart waren, ja, die brachten een ongeëvenaard niveau. Lieten die zien. Ik heb daar onwijs van genoten. En daar hoop je op vooraf. En als het dan lukt, ja, dan ben je alleen maar heel trots en blij dat het lukt. De voorsprong was er al in het eerste kwart. En het tweede kwart ging eigenlijk ook goed. Uiteindelijk 10-20 rust. Toch voelde je al wel genoodzaakt om in te grijpen. Ja, kijk, wij spelen natuurlijk hier internationaal volgens een 4x10 format. En waar je misschien in de Corbel League zou wachten tot na de rust, zijn deze wedstrijden gewoon heel veel korter. Dus dachten we eigenlijk al tijdens het tweede kwart vonden we dat het in het vak van Mick dat het even wat stroever liep in het samenspel. En hebben we daar Olaf gebracht. En een andere vak was Saar Seys van België. Die speelde gewoon een goede wedstrijd tegen Barbara. En die had er al aardig wat doelpuntjes in liggen. Dus wij brachten daar Jessica op die plek om het verdedigend wat meer op orde te hebben. Nou, dat is natuurlijk gewoon het feit van het nationaal team. Je hebt mensen 8 kanonnen in het veld staan, maar je hebt ook 8 kanonnen langs de kant staan. En wanneer wij enigszins het idee hebben van nou, het is 1% minder, het kan beter, dan zitten daar 8 gretige spelers langs de kant die een geweldig niveau hebben. En ook bij elke persoon misschien wel ook wel in de basis hadden gestaan. Die staan klaar om de strijd aan te gaan. En ik denk dat al deze mensen die uiteindelijk het veld in zijn gegaan, perfect gedaan hebben wat wij van ze gevraagd hebben. Als coachingstaf zijn we daar eigenlijk nog wel heel erg tevreden over. Dat is hetgene wat we hebben gedaan om die wedstrijd te beïnvloeden, dat heel erg positief is geweest. Dan was het 10-20 rust. Het is geen 20-40 geworden. Dus scorebordjournalisten zullen dan zeggen het ging minder het derde en vierde kwart. Dat is ook wel een beetje logisch, hè? Dat is eigenlijk logisch. Je ziet dat de energie bij de Belgen ook weggaat en dat wij eigenlijk een soort van showspel gaan spelen en wordt de doeltreffendheid wat minder. Ik vond dat het niveau van het spelen, samenspel, nog wel heel hoog was. Alleen je ziet gewoon dat de risicofactor hoger wordt en daardoor dan daalt het scoringsniveau een beetje. Maar uiteindelijk ben ik gewoon heel tevreden met hoe wij die wedstrijd uitgespeeld hebben. Het feestje is al een beetje begonnen op de achtergrond volgens mij. Je houdt het niet tegen. Hoe ga jij deze nacht beleven, denk je? Vroege vlucht? Ja, dat wordt wat. We gaan midden in de nacht, moeten wij al inpakken naar het vliegveld. Dat zou wel pittig worden. Natuurlijk gaan we er met z'n allen van genieten. Straks even natuurlijk richting de spelers ook even een feestje vieren. Maar vooral met de spelers, met de staf gaan wij denk ik rustig een kamertje opzoeken. En genieten van de afgelopen maanden. Dit traject begint in april en eindigt hier. En gaat na de zomer weer verder. Maar het is een enorme mooie periode geweest. Waarbij we enorme ontwikkeling hebben gezien bij individuen, maar ook als team. En dat we dat op deze manier kunnen afsluiten is prachtig.